En dan nu handbal. Door een overwinning op koploper AAC 1899 zijn de handbaldames van L'Oréal weer helemaal terug in de race om het kampioenschap. Onder het toeziend oog van een groot aantal Venlose supporters versloeg L'Oréal zaterdagavond in Arnhem AAC met 37-30. En onze cameraman Richie Schoenmakers volgde de handbaldames van L'Oréal voor, tijdens en na de wedstrijd.